Goedemiddag, mijn naam is Michel en wij gaan zometeen straks naar de Emmerschans. Richting naar Port en Dijk gaan we eens even daar even kijken. Dan mensen, ik zie je straks bij de Port en Dijk. Ja. Dus gaan we daar eens even bekijken. Dan gaan we even klein stukje op de fiets. Gaan we. Het is nou wel lekkere weer vandaag. Heerlijk hier zo bij het bos. Richting naar Emmerschans. Hier stadsbosbeheer. Emmerdennen. Maar als je hier gewoon langs gaat, gaat gewoon naar Emmerschans. Nou, die redt ook hard. Dikke Audi. Dikke BMW. Nog een dikke BMW. Misschien is er wel bij de Port en Dijk misschien een scooterrace of zoiets. Of een zakenbrommerrace of iets anders. Ik zou het niet weten, ik ben een hele poos niet meer geweest bij de Port en Dijk. Er is trouwens wel best wel veel wind. Heel mooi padje. Audi. Zometeen straks even die andere arm. De linkerarm. En daar maar even daarmee mee gaan filmen. Die rechterarm is ook alweer een beetje. Ja, je kan er echt niet lang vasthouden, hè? Met de telefoon in hand. Daarom moet ik ook zo'n bodycam hebben. Zo'n bodycamera. Dat is toch veel beter.
Kijk jongens, hier ga ik even stoppen. Pak ik even de andere arm. Wow. Dit is nou helemaal schans. Oh jongens, warm hè. Even stand op 3 zetten. Anders wordt het een beetje te zwaar als ik op 4 of 5 stand van de fiets. Hier in Emmerschans is ook mooi hè. Oh, jongens, er komt een scooter nog aan achter. Kijk eens jongens, hier heb ik al wel eens een keer vroeger ook op dat weggehaald. Restaurant. Hoi. Hier heb ik een restaurant. Chinees volgens mij. Tankstation. Maar ik hoef hier niet gaan tanken. Hè? Met de fiets hoeft dat niet. Ja, ja. Waar komt de motor aan, jongens? Is dit erg mooi, jongens? Een mooie omgeving hier. Daar komt de bus aan. Richting naar het station. Oh jongens. Kan ik hier wel langs dan? Nou, richting naar Portendijk. Wat een drukte hier op de weg. Hier jongens, een hond. Ja. Yeah. Hoi. Hallo, ik ben Niels. Wat zeg je? Wanneer afgelopen? Hij staat niet aan. Hij staat niet aan hoor. Hij doet wel. Nee. Oh. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet, hij staat helemaal niet aan.
Ach, wat kan ik nou maar doen als hij niet op een film wil? Ja, sommige mensen die zijn echt in paniek als ze op de filmpje erop komen. Ja nou, daar kan ik er toch niks aan doen. Ja, waar moet ik dan langs naar de Pottendijk toe? Het is helemaal in je bolk weer veranderd hier. Maar die vent is lang niet goed. Vrachtwagen. Ik denk dat ik daar langs moet, richting naar Pottendijk. Die kant op. Misschien moeten we hier even oversteken. Richting naar Pottendijk. Behoorlijk veranderd hier. Ja. Mag ik wat vragen? Ja. Waar kan ik er langs naar Pottendijk? Pottendijk? Ja. Ja, dat wordt een beetje moeilijk. Nee. Nee? Hier gras oversteken? Ja. Daar waar je recht vanuit kijkt, ja. Het zandpad. Hier linksaf? Hier af. Ja. Rechts hangen er recht met het zandpad op. Ja. Dan rij je op een gegeven moment aan eind, asfalt aan, linksaf. Dan kom je weer bij Heli Holland uit. Oh ja, mag ik even filmen? Mag je filmen? Ja, dat is van mijn YouTube kanaal. Dat is goed, joh. Ja. Hé, hey, bedankt hoor. Hey, is goed, hoi. Hey, fietsen. Dank je. Yo. Hoi. Mooi. Nou jongens, je hoort het. We gaan hier toch wel naar de Pottendijk. Maar dan moest hij toch hier linksaf. Hier op het padje. Ja, dat zegt hij wielrenner. Of wielrenner. Het kan wel. Dat is de andere kant. Maar hier kan je toch niet langs? Ah, hier. Misschien bedoelde hij hier. Dit is ook niet echt geschikt hier. Ik ben geen mountainbiker. Yo. Je moet wel een beetje uitkijken hier. En dit is eigenlijk een mountainbiker fietspad. Holy shit. Hoi. Ah, mooi padje. Ja. Zullen we kijken of we hieruit komen? Ah, shit. Vieze brandnetels hier. Oh, lekker is dat. Wow. En hierop. Oh.
Geweldig. Oh, we zijn er bijna op de asfalt, jongens. Wat een klote stukje dit. Oh. Hoi. 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 Zo jongens, we zijn er weer op het asfalt. Dat is een klein stukje motorbike pad. Moet je die banden zien van mij? Als ze maar niet begint te slijten. Ik denk dat we hier linksaf moeten, jongens. Richting naar de Pottendijk. Oh, al die zand in mijn ogen, jongens. Alleen stoppen. Een beetje zand in mijn oog. Nou ja, die jongen is kwaad, hè, die op fiets. Oh, ik wil niet gefilmd worden. Ja, nou ja, hij staat niet aan, hoor. Dus, ja. Maar ja, goed. Kan iedereen overkomen, hè. Ja, als je toch gaat filmen, dus dan kan je toch wel niks aan doen. Maar ja. Oh ja, we gaan even die andere arm even gebruiken. Even op 3 stand van de fiets. Of komt er een auto aan? Nee. Hup, even andere stand van mijn hand. Zo, mijn rechterarm die filmt nou weer. Dit is de weg voor mij naar de Pottendijk, denk ik. Hè? Ik hoop niet dat ik weer dezelfde weg moet. Dus maar goed, ik hoop dat we daar wel even naar Pottendijk gaan. Dat zei die man ook, van die mountainbiker. De laatste tijd is het behoorlijk veranderd bij de Emmerschans. Normaal kon je gewoon rechtdoor. Richting naar de Pottendijk. Echt veranderd. Dan moet je helemaal omrijden. Gadverdamme, jongens. Wat een eindstuk weg, zeg. Man, had ik er liever met de scooter kunnen rijden. Ja. Maar ja, ik mag er niet rijden, hè. Met de scooter. Ja, eigenlijk op fiets ook niet, maar ja. Maar ik film wel. Maar ja, binnenkort wil ik toch wel een andere camera. Dus waar ik toen eerder al zei. Zo. Die vliegt er tegen mijn hoofd aan. Nou jongens, we gaan hier oversteken. Oh, jongens. Nou jongens, hier hebben ze zo'n helikopter. Mooi werk. Nou jongens, een beetje uitkijken hier. Het is een beetje gevaarlijk. Kom net. Zo, hier kan we hem oversteken, jongens.
kijk eens. Emmerschans, de helikopter. Het zou mooi zijn als die helikopter gaan omhoog. Moet je daar zien. Heli Holland. Wat een plaatje, jongens. Kijk, dat is een hele grote. Zie je dat? Kijk jongen, normaal kon je er echt daar langs, maar nu niet meer. Nou jongens, ik ga hier even stoppen en straks bij de Pottendijk. Nou, hier gaan we even stoppen. Nou jongens, hoe vind je dat van deze filmpje? En dan zie je straks bij de Pottendijk. Laters! Nou mensen, we zijn aangekomen bij de Pottendijk. Zo te zien... staat hij nog wel aan? Hier, verboden toegang, alle voertuigen. WP Pottendijk. Zien. Moet je zien die windmolen. Prachtig. Volgens mij worden hier nog meer windmolens neergezet. En een trekker. Ja, normaal rijdt hier altijd racecooters hier en kart. Maar ja, zo te zien. Had ik misschien eerder moeten komen. Nou ja, dit is trouwens de racebaan van Pottendijk. Volgens mij gaan ze hier dan nog een boel verboden, denk ik. Weet het niet helemaal zeker. Maar ja, we gaan het toch even circuit toch even filmen. Ben ik toch even geweest. Fiets. Nou, het is helaas jammer geen racescooters vandaag of een kart. Maar ja, we gaan toch even naar hiernaast, naar de crossmotor. Daar zijn ze toch wel aan het crossen. Klein stukje even laten zien. Het is nog eentje. Ja,
fiets. Even op 3 zetten. Nou, we gaan een klein stukje de crossmolder even bekijken. Want volgens mij moet je... Even zien, jongens. Misschien de volgende keer dat ik hier wel een keer langs ga. Dan een keer met de scooter zelf hierheen. Ah, ik ga zelf niet rijden, hoor. Hier op het circuit niet. Dus heb je een dikke trekker hier. Stop nu. Mooi. Maar we gaan toch even hier naar de buren. Daar zijn ze toch mooi lekker aan crossen. Kijk, misschien kan ik hier. Volgens mij kan ik hier wel even filmen. Hè? Hier is dit stukje. Een klein stukje. Het is niet echt, hoor. We gaan even hier nog even hiernaast. Wat een lawaai, jongens. Even een stukje lopen hier. De camera loopt nog. Eindje verderop kan ik hem misschien beter filmen. Maar ja, hebben jullie toch wel leuk kunnen zien wat hier in Potdijk racerijen. Dus, zware crossmotor. Op 500 cc, 250. 125 cc. Ja, je kunt het toch niet zien hier bij het bos. Eindje verderop. Eindje verderop. We nemen gewoon hier een klein stukje op, hoor. Even met de linkerhand. Oh.
Wat vond je van een mooie filmpje hier in Bentpottendijk? Hebben we toch kunnen zien. En we gaan weer naar huis. Morgen weer om 6 uur. Tot later. Yo! Ja. Dus ik ben hier mooi aan het trainen. I was on my road, heading to you, cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared of love and shine my chrome. I wish I was on my road, heading to you, cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road.